Daar moeten wij ons personeelsbeleid, hoe je het went of keert, moeten op aanpassen. En dat heeft ook te maken met flexibiliseren. Ja, je kan het tegenhouden. Ook met zo'n flexwet kun je best doen. Ik begrijp wel, ik ben minister geweest. Ik begrijp best dat je onder druk en onderhandeld moet met werkers en werknemers. Dat je zo'n wet maakt. Begrijp ik allemaal. Zal ik wel niet zeggen. Maar werkt het? Nee, het gaat niet werken. Het gaat gewoon niet werken. De arbeidsmarkt en de economie ontwikkelt zich daar los van. De antwoord op de vraag is of sociaal zekerheidsstelsel nog wel van deze tijd. Nee, totaal niet. Totaal niet. Dat weet het kabinet ook wel. Alleen het probleem van een kabinet is, het is een soort mammoetanker. Je moet iedere keer bijsturen, je moet een keer meerderheden vinden. We hebben een poldermodel, je moet onderhandelen. Ik heb al die onderhandelingen zelf gedaan. Alleen de samenleving verandert zo spectaculair snel, dat je daar bijna niet op kan reageren. En de flexwet gaat op die manier ook niet werken. Ik bedoel, de vraag is of er meer mensen aan de slag komen. Dus ik twijfel hard. Minimumloon is in Duitsland omhoog, het zit in een Duits bedrijf. Minimumloon is omhoog gegaan. Betalen we netjes hoor, geen probleem. Maar we leveren meer werk op, ik ben verzekerd nee. Ik zie het nu al bij ons, in onze omgeving. Het had het anders moeten aanpakken. Minimumloon, je moet een minimumloon hebben. Dat vind ik fatsoenlijk. Die mensen moeten kunnen rondkomen. Dat vind ik een sociaal verantwoord om het te doen. Doe het anders, zeg ik altijd. Doe het anders, hebben we ook in Duitsland voorgesteld. Verlaag de lastendruk. Verloog de zouden het loon, geeft die mensen meer werk, meer inkomen, geen enkel probleem mee. Maar verlaag de lastendruk voor de bedrijven. Dat is de toverformule. Heel simpel. Ze mogen meer hebben, prima. Dat is hartstikke goed voor de economie, ook goed voor de mensen zelf. Dan hebben ze een beter inkomen. Maar verlaag die lastendruk. Die lastendruk is killing, ook in Nederland. Daar ligt het grote probleem. De sociale zekerheid, ik zag net die cijfers, ja. We hebben weinig geen kans op armoede-uitsluiting. We zijn nummer 1 in de wereld. Ja, we geven ook het meeste uit. En is het efficiënt? Nee, het is natuurlijk niet efficiënt. Wij zouden veel meer banen kunnen creëren in dit land. Door voor het midden- en kleinbedrijf de lastendruk op arbeid te verlagen. We hebben de grootste, er is net een studie uit, zo'n studie noemen, is 2 dagen geleden verschenen. Dan zie je, er zijn na Zweden, heeft dit land de hoogste lastendruk op arbeid. Het beslag van de overheid op dit moment, op de economie, is ruim 50%, 50,1, 50,2%. Dat kan uiteindelijk een samenleving op de lange duur, zeker als die arbeidsmarkten uiteindelijk veel flexibeler worden en veel meer concurrerend moeten zijn, dat kan een samenleving niet opbrengen, bedrijven ook niet. Je moet terug, het is niet wetenschappelijk verantwoord, maar je moet ongeveer terug naar het gemiddelde wat we hadden rond de 2000. In die periode zaten we rond 45-46%. Dus je zou terug moeten naar een beslag van je overheid op het BBP, op het bruto binnenlands product, op je economie, naar rond 45-46%. Dat scheelt ongeveer, ik zal het snel nu uitrekenen, rekensom mag u van mij krijgen, het is vrij simpel, dat scheelt je over 30 miljard. We hebben een BBP, de waarde van onze economie, totaal, die rond de 600 miljard. Dus als je een beslag van de overheid op je BBP gaat verminderen, dan zou dat 50 minder kunnen zijn, is dat 30 miljard. Daar kun je heel wat mee doen, dames en heren, voor je inkomsten uit arbeid. Heel veel doen. Dat ga je niet redden met inkomsten uit vermogen, wat ik wel eens lees. Er zijn mensen, idealisten, ik hou van ze, maar het is buitengewoon naïef om te denken dat wij zoveel vermogen in het land hebben, dat we daar ook maar een fractie van kunnen ophalen om uiteindelijk de arbeidskosten te verlagen. Dat kan niet. Dat is uitgesloten. Ik heb uitgerekend met Rick in de laatste column van ons, nou ja, wij zijn nog optimistisch ook, we kwamen op 500 miljard uit. Ongeveer. Nou ja, daar kun je niks mee bij spreken. En dan moet je nog oppassen dat je niet het kind met bladwater weggooit. Dus dat betekent dat we anders moeten gaan kijken, uiteindelijk, naar die arbeidsmarkt. Die arbeidsmarkt wordt dus ook voor een deel bepaald door vaste contracten en flexibele contracten. Nou, ook het ontslagrecht speelt natuurlijk steeds een rol. Wat ik zelf zie in midden- en kleinbedrijf, wat uiteindelijk de banenmotor van onze economie is, ik kan de cijfers u zo geven. Als je kijkt, waar worden de banen de komende 10 jaar gecreëerd? Niet bij de overheid. Onthoud dat goed, niet bij de overheid. Ook niet bij de zorginstellingen. Dat dachten we, maar ik zal niks uitleggen waarom dat niet gebeurt. Die moeten komen uit het bedrijfsleven. Uit het bedrijfsleven moeten die komen. Komen die van grote concerns vandaan? Nee, dames en heren, die komen niet van de grote concerns vandaan. Daar zit ik, ik kan zo zien, die komen niet vandaan. Grote concerns zijn buitengewoon belangrijk. Waarom? Omdat wij ook indirect direct werk scheppen, omdat wij gewoon zaken doen met midden- en kleinbedrijven. Maar qua arbeidsplaatsen betreft, als ik kijk naar de grote bedrijven van mijn eigen werk zelf zit, per saldo, ik zie elk jaar het saldo dalen. Banencreatie vindt in dit land plaats tussen 0 en 10 en 10 en 50. Dus bedrijven tussen 0 en 10 en 10 en 50, per saldo zeg ik, creëren per saldo uiteindelijk arbeidsplaatsen. Dus als je, zeg maar, kijk je naar je arbeidsmarkt, als je iets aan werkgelegenheid wil doen, werkgelegenheid wil creëren, dan kan je het niet met banenplannen doen, met alle respect.
Banenplannen, wat nu gebeurt, dat gebeurt met de beste bedoelingen. Ik heb het ook gedaan, banenplannen. Eén ding weet ik, van al mijn banenplannen, dat ik 's ochtends in de krant wakker denk, dat ik hoop niet dat ze allemaal geëvalueerd zijn. Want wat blijkt uit de praktijk, het zijn tijdelijke oplossingen. Het zijn geen structurele oplossingen. Ik begrijp best dat je nu een banenplan maakt in de verschillende sectoren, want je slaagt er wel in met zo'n banenplan om mensen nog tijdelijk aan het werk te houden. Tijdelijk, het zijn tijdelijke oplossingen, tijdelijke oplossingen. Prima dat die mensen het baan houden. Maar kijk iets verder. Kijk naar structurele oplossingen. Structurele oplossingen kun je er niet mee doen. Het grootste probleem in dit land is de mismatch op de arbeidsmarkt. Dat is het grootste probleem. Dus geen land ter wereld waar de mismatch op de arbeidsmarkt zo groot is als in dit land. We hebben tussen laag en hoog, maar ook qua opleidingen. Als je kijkt naar onze opleidingen op het ogenblik. Een groot deel van mensen die we nu opleiden, die leiden op voor banen die over een paar jaar niet meer bestaan. Als je kijkt naar de ROC's op dit moment. Een belangrijk deel van de administratieve functies, in het segment, het middenklassensegment noem ik het altijd, dus de inkomens tussen 30 en 60, wordt in de komende 20 jaar weggesaneerd, geautomatiseerd door slimme software. Als je kijkt naar accountantskantoren, krijgen die grote problemen met het middensegment. Er wordt allemaal slimme software komt eraan, geautomatiseerde computers, zelfdenkende computers, zelfs in de medische sector waar wij ook zitten. We leveren apparatuur meer, 3D-printing. We leveren smart wearable tech aan de zorgsectoren. Waardoor uiteindelijk daar ook andere banen gaan ontstaan waar mensen niet voor opgeleid worden. De medicus moet straks kunnen omgaan met Watson. Watson is een totale revolutie op het gebied. Watson is binnen 2 jaar Nederlands. Watson is de beste computer op het gebied die je kan inrichten voor diagnostiek. Watson hebben ze helemaal gevoed met alle gegevens van longpatiënten. Watson voorspelt exact wat de beste methode is, hoe het ziekteproces is. Big data heet dat, big data via Watson. Geruststellende gedachte als je kijkt op die site. Ik werk er op het ogenblik, we zijn aan het kijken met big data analyse. Geruststellende gedachte, je weet ook wanneer je doodgaat. Heerlijke site. Je kan bij wijze van spreken gewoon die big data analyse gaan zo ver. Dus een computer kan straks veel beter diagnosteren dan welk arts ook. Aan één arts heb je niet genoeg. Dus straks, dat gaat allemaal veranderen. Dus die arbeidsmarkt gaat zo veranderen waar we nog geen weet van hebben. En dat betekent ook dat we op het ogenblik met achterhoedegevechten bezig zijn. Terwijl we veel beter voorop kunnen gaan lopen. Dat betekent dat onze opleidingen moeten drastisch gaan veranderen. Ik maak wel eens die grap over pret. Dat mag ik niet meer doen, want dan valt de hele wereld over me heen. Maar ik vind wel dat onze onderwijsinstellingen veel meer moeten voorlichten. Dus mensen moeten kiezen, moeten zelf weten. Daar ga ik me niet mee bemoeien. Maar ik vind het wel verstandig dat in ieder geval voorlichting wordt gegeven even wat de arbeidsmarktkansen zijn. En ik weet ook wel, we kunnen de arbeidsmarkt niet goed voorspellen. Daar zijn we ook slecht in. Maar één ding weet ik wel, voor de komende jaren, dat dit de trend is. En dat je uiteindelijk gaat naar een samenleving waar je diensteconomie moet combineren met de maakindustrie. Als je dat nu weet, dan ga je toch ook kijken dat je bij spreken in dat mensen werkloosheid, er is altijd werkloosheid geweest. Maar als je nu werkloos dreigt te worden, we zouden veel meer, al die miljarden die we inzetten voor het sociaal zekerheidsstelsel, zouden we veel meer moeten inzetten, niet zozeer in de uitkeringssfeer, maar in de sfeer, wat ik in Denemarken bijvoorbeeld zie, in andere landen, die doen dat beter dan wij. Je zet het al in op iemand dreigt werkloos te worden in een bepaalde sector. Zet dat in een omscholing en bijscholing in een andere sector. Ervaring leert, UWV zal dat kunnen bevestigen, dat op het moment dat je langdurig werkloos bent, naarmate je langer werkloos bent, heb je veel minder kans om op de arbeidsmarkt te komen. Tweede weten we ook, op het moment dat je blijft zoeken in je eigen sector, halstarrig in je eigen sector blijven zoeken, heb je een groot probleem. Je kan veel beter gaan zoeken in een andere sector, ben je sneller aan de bak dan zoeken in je eigen sector. Weten we gewoon, dus al die gegevens zijn bekend. Werken we daarna? Nee, veel te weinig. Dus we moeten veel eerder ingrijpen op die arbeidsmarkt, als we mensen aan het werk willen houden. In die sectoren, dat weten we ook, dat in die sector een soort omscholing en bijscholing gaat plaatsvinden. Die richting moeten we heen. We weten het. We weten het allemaal. Het grote probleem is, we doen het niet. En daar ligt het grote probleem. We blijven een beetje bij pap en nat houden. We maken vooral gebruik van ouderwetse methoden nog steeds. Terwijl uiteindelijk de wereld spectaculair aan het veranderen is. Als je kijkt in andere landen, heb je gewoon appjes waarbij je als het ware gaan kijken, hé, waar moet ik zijn voor mijn werk, bij wijze van spreken. Dat dacht je als je kijkt naar de grote concerns, ook in Amerika. 95% van alles wat gezocht wordt, zeg maar, aan personeel wordt gewoon via het internet. Een bezoekmachine technologie, ook in Duitsland gebruiken we die, waar we bezoeken op bepaalde woorden. En dan krijgt een talentvolle student of een talentvolle diener die we gezien hebben, of een talentvolle medewerker die we ergens zien, krijgt gewoon een berichtje, kom je langs. 95% van wat wij doen op het gebied van de arbeidsmarkt wordt gevonden via het internet. Gewoon advertenties. Mensen melden zich gewoon zelf aan. En die zoekmachine technologie is fantastisch. Ik zal de woorden niet geven. We hebben ze natuurlijk in het Engels, we hebben ze in het Frans en Spaans.
Ieder wat er wel in het woord in voorkomt, in het Nederlands ondernemend. Ambitieus, al die woorden zitten erin. In de zoekmachine technologie is briljant in die dingen. Die haalt feilloos die cv's eruit. Die cv's controleren we overigens wel. Want we zijn ook weer wijs geworden. Dat sommige zoektechnologie wordt ook nog gehackt soms, en die worden weer gebruikt. Dus die arbeidsmarkt gaat de komende 10 jaar zo spectaculair veranderen, dat u zit met ongeloof te kijken. En toch is het zo. Dank u wel, Rick mag. Ik ga straks verder.